dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, van Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik het hebben over bijzondere rechthoekige driehoeken. En daaruit vloeit dan een toepassing voort van die gekke wortels en vergelijkingen die we in de vorige filmpjes hebben gedaan. Dus laten we eerst die driehoeken maar even introduceren en kijken hoe we daarmee moeten rekenen. De eerste bijzondere rechthoekige driehoek die ik ga vertellen, dat is de gelijkbenige rechthoekige driehoek. En die heet ook wel de geodriehoek, want die geodriehoek heeft ook deze vorm. Die heeft als kenmerk dat hier een hoek zit van 90 graden. En die twee andere hoeken zijn samen 90 en ze zijn gelijk, dus die zijn 45 graden. En de verhoudingen tussen de zijden in deze driehoek kun je vrij makkelijk berekenen. Dan zeg je namelijk van, nou weet je, dit is 1. En dan kan je met Pythagoras uitrekenen wat dat is. Dus laten we dat even doen. BC kwadraat is AB kwadraat plus AC kwadraat. AB kwadraat is 1, AC kwadraat is 1, dus BC kwadraat is 2. Dus BC is de wortel van 2. Deze driehoek wordt ook wel de 1-1 wortel 2 driehoek genoemd. En dat staat dan voor de verhoudingen tussen de zijden. En het lijkt net of je hier niks aan hebt, maar stel nou dat dit geen 1 is, maar bijvoorbeeld 5. Kijk, dus ik zou denken, hier is nog een geel krijtje. Oké. Stel je voor dat dit 5 is, dan is dit ook 5 en dan is dit 5 wortel 2. Huh? En de manier waarop je dat kan inzien is dat je zegt van, nou ja, als je van deze zijde naar deze zijde gaat, moet je vermenigvuldigen met wortel 2. En als je teruggaat, dan moet je delen door wortel 2. Dus nog een voorbeeld. Stel je voor dat dit 8 is. Ja, even in het blauw. Stel dat deze zijde 8 is. En dan wil ik zijde AB berekenen. Dan zeg ik van, nou ja, als ik van die zijde naar die zijde wil, moet ik delen door wortel 2. Dus in dat geval krijg je AB in het blauw is 8 gedeeld door wortel 2. We hadden geleerd dat je zo'n gedeeld door wortel 2 niet mocht laten staan. En het kunstje was dan om boven en onder te vermenigvuldigen met wortel 2. En dan krijg je boven 8 wortel 2. En onder krijg je wortel 2 keer wortel 2, dat is 2. Dus het antwoord is 4 wortel 2. Dus als je van een 1-1 wortel 2 driehoek één zijde weet, kan je de andere zijdes makkelijk uitrekenen door ofwel te vermenigvuldigen met wortel 2, ofwel te delen door wortel 2. Dus nou, dit is de eerste bijzondere rechthoekige driehoek die je moet kennen. En dan komt er nog eentje en dan komen daar opeens allemaal verschillende vragen over. Oké, die andere die komt voort uit de gelijkzijdige driehoek. Stel je voor dat ik een gelijkzijdige driehoek heb met zijdes van 2. Ja, alle zijdes zijn even lang. Dan kan je vanuit dit punt een loodlijn maken hier. En ja, die deelt dit dan in tweeën, dus dan wordt dit stukje 1. Nou, dan kijken we alleen even naar dit deel van de driehoek. Dus daar geef ik even letters A, B, C. En ja, nu weten we de hoeken van A, B, C. Want deze was 90 graden, omdat het een gelijkzijdige driehoek was. Hè, alle drie de hoeken zijn gelijk, zijn 60 graden, namelijk 180 gedeeld door 3. Deze is 60 graden en deze hoek is doormidden gedeeld. Die is 30 graden. Dus we weten dus nu alle hoeken. En we weten ook bijna alle zijden. We weten AB en we weten BC. Maar omdat het de rechthoekige driehoek is, kunnen we AC berekenen. Dus komt ie. BC kwadraat is AC kwadraat plus AB kwadraat. Hè. Let op. Dit is de schuine zijde. Die staat in zijn eentje. Hè. Dus niet gek laten maken. Sommige mensen in de derde klas zeggen, ja, AC kwadraat is AB kwadraat plus BC kwadraat of zo. Maar het werkt hier niet, want BC is de schuine zijde en de schuine zijde staat apart. Oké, BC kwadraat is 2 kwadraat, AC kwadraat weet ik niet, die wil ik uitrekenen. En AB kwadraat is 1, dus 2 kwadraat is 4, hè? Dus AC kwadraat is 3. Dus AC is de wortel van 3. Dus deze zijde weten we ook, wortel 3. En dit is ook wel de 1, 2, wortel 3, driehoek.
En om in deze driehoek van de ene zijde naar de andere zijde te gaan, zijn ook dat soort recepten met van die pijltjes. Ja, dus als je bijvoorbeeld van deze zijde naar die zijde wil, doe je keer 2. En als je terug wil, dan doe je gedeeld door 2. En als je van deze zijde naar deze zijde wil, dan doe je keer wortel 3. En als je terug wil, dan doe je gedeeld door wortel 3. Maar wat dan als je van die zijde naar die zijde wil? Nou, je kan zelf gaan bedenken wat je moet doen, maar je kan ook gewoon via deze. Dus dan, als je van die naar die wil, ga je eerst delen door wortel 3 en dan vermenigvuldigen met 2. En dan ben je er. Hier geef ik één voorbeeldje van en dan komt er een voorbeeld van het soort sommen wat je kan verwachten. En dan zie je ook waar je die domme wortelvergelijkingen voor nodig hebt. Dus even een voorbeeld. Hier is onze driehoek. Deze is 8, deze is 60 graden, deze is 30 graden. En de vraag is, hoe groot zijn de andere zijdes? Nou, merk op dat ik hem stiekem op zijn kant heb getekend. Dus deze driehoek, als je die driehoek vergelijkt met deze driehoek waar het over gaat, zou je hem eigenlijk 90 graden moeten draaien. Dus deze 8, die hoort bij de wortel 3. En deze hoort bij de 1 en deze hoort bij de 2. Ik zet het tussen haakjes omdat het verhoudingen zijn. Dus nu is de vraag, hoe kom ik nou van die zijde naar die zijde? Ofwel, hoe kom ik van die zijde naar die zijde? Nou, we hadden net gezien dat je moest delen door wortel 3. Dus deze zijde is 8 gedeeld door wortel 3. Maar gedeeld door wortel 3 mag je niet zo laten staan. Dus we gaan boven en onder vermenigvuldigen met wortel 3. En dan staat er 8 wortel 3 gedeeld door 3. En dat mag je ook schrijven als 8 derde wortel 3. Dus deze zijde is 8 derde wortel 3. Dat volgt uit dat verhaal. Nou, wat is dan die schuine zijde? Nou, als je van daar naar daar gaat, doe je keer 2. Dus deze schuine zijde is 2 keer dit. Dus dat is 16 derde wortel 3. Als je wil, kan je de hele er nog uithalen. Dat is niet verplicht. Dit wordt 5 1 derde wortel 3 dan, als je dat graag wil. En dit wordt 2 2 derde wortel 3. Oké, dus het is belangrijk dat je de 1, 2 wortel 3 driehoek herkent. En die wordt ook wel de 45, 45, 90 driehoek genoemd. Omdat je dan gaat kijken naar de graden. Maar dat komt minder vaak voor. Maar de term kan wel eens terugkomen als je met je ouders hierover praat bijvoorbeeld. En op dezelfde manier wordt dit ding ook wel eens de 30, 60, 90 driehoek genoemd. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Nou, met deze driehoeken kan je leuke dingen doen. En daar heb ik een voorbeeldje van. Dus deze dingen laat ik even staan ter herinnering. Hier doe ik een voorbeeldsom. Dus laten we even kijken. Doen we deze keer even een zelfbedachte voorbeeldsom. We kunnen het altijd later ook nog zo met het boek bespreken natuurlijk. Stel je voor dat je een vierkant hebt. Een vierkant. En dat weet ik omdat deze zijden allemaal even lang zijn en deze hoek recht is, hè, dan is het een vierkant. En aan dat vierkant maak ik een 30, 60, 90 driehoek vast. Op deze manier. Dat betekent dat deze 60 is en deze 30. En om het een beetje leuk te houden gaan we hier ook een 45, 45, 90 driehoek vastmaken. Dat is nu al duidelijk, want deze zijden zijn even lang en deze hoek is 90 graden. Dan kan het alleen maar die driehoek zijn. En dan zeggen we van, ja, weet je, dit ding noemen we x. En ik zal ook even letters erbij zetten. Dus A, B, C, D, E, F. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van, ja, de omtrek van A, B, C, D, E, F is gelijk aan een getal. Dus laten we even kijken. Omtrek. Is, maakt niet zoveel uit. Laten we, wat is een leuk getal? 10. En dan is de vraag, bereken x. Nou, dat ziet er tamelijk kansloos uit. Hè? Je weet eigenlijk niks van dit figuur. Je weet alleen maar die x. Dus hoe moet je hier nou in vredesnaam mee rekenen? Laten we gewoon maar even kijken. Die x staat er in ieder geval bij. Dat helpt. En als dit x is, dan kunnen we zeggen hoe lang dit is.
dit is hier de onderkant van die 30-60-90 driehoek. Die was 1. En laten we de verhouding er even bij zetten. Deze was 2 en deze was wortel 3. Dus als je van hier naar hier wil, moet je vermenigvuldigen met 2. Dus als dit x is, dan is dit 2x. En op dezelfde manier, als dit x is en ik wil naar die, dan moet ik keer wortel 3 doen. Dat wordt wortel 3 keer x. Dat is leuk. Maar als dit 2x is, dan is dit ook 2x. En dit ook. En dit ook. Want al de vier die zijdes waren even lang, weet je nog? Maar deze is ook weer even lang als die. Dus deze is ook 2x. En die CD, deze driehoek, dat was die. En als je van zo'n rechthoekzijde naar het schuine zijde wil, moest je vermenigvuldigen met wortel 2. Dus dit deel wordt 2x keer wortel 2, ofwel 2 wortel 2x. En nu kunnen we een formule opschrijven voor de omtrek. De omtrek is gelijk aan 2x plus 2x plus 2 wortel 2x plus 2x plus wortel 3x, laatste past net niet, plus x. Oké, dus even kijken. Dan heb ik dus 7x heb ik volgens mij. Ik heb 2 wortel 2x. En ik heb wortel 3x. Dit is de omtrek. Maar ik wil dat de omtrek 10 is. Dus ik wil dat dit 10 is. Oké, het is een vergelijking. En die kan je oplossen. Je kan hier namelijk de x buiten haakjes halen. Dan staat er 7 plus 2 wortel 2 plus wortel 3 keer x is gelijk aan 10. En dan konden we beide kanten delen door het getal voor de x. Dus in dit geval wordt dat 10 gedeeld door 7 plus 2 wortel 2 plus wortel 3. Mooi hè? En in zo'n geval, hè, als er een plus en een min of een min onderin stond en er stonden wortels, dan hoefde je dat niet weg te werken. Dus dit is meteen het correcte antwoord. Mooi hè? Ja, ik hoop dat jullie het mooi vinden, want jullie zijn er nu niet. Moeten we nog even kijken naar een sommetje. Die som 59 is op zich best wel interessant. Even kijken. Ik denk dat we even moeten kijken naar som 59, gewoon even om op te warmen. En het is ook leuk om even te kijken naar 63. En er zijn nog veel meer leuke sommen, maar je mag natuurlijk zelf ook wat maken. Som 59. Dat doe ik even hier. Dan laat ik die theorie staan en dan gaan we hier kijken of we som 59 kunnen maken. Oké, som 59a. Daar zegt ze, ik heb een rechthoekige gelijkbenige driehoek. En een rechthoekige gelijkbenige driehoek is die. En de verhoudingen zijn wortel 2 en 1 en 1. Ja? En we hadden gezien dat als je van die... wat moet je eigenlijk doen bij die som? Bereken AC. Oké, letters erbij. A, B, C. Ze willen dit ding weten. Nou, als je van de schuine zijde naar de rechthoekzijde wil, dan moet je delen door wortel 2. Dus dan krijg je je achtergedeelte door wortel 2. En dat kun je dan herleiden, dat hebben we hier gedaan, tot 4 wortel 2. Dus AC is 4 wortel 2. Omdat je, als je van de schuine zijde naar de rechthoekzijde gaat, moet je delen door wortel 2. Je gaat immers van wortel 2 naar 1, dat is delen door wortel 2. Oké, B. Dat is een ander soort driehoek. Kijken of we kunnen beredeneren welke het is. Een rechthoekige driehoek in ieder geval. Hier een hoek van 30 graden. En dit ding is 6 wortel 3. Oké, en ze vragen om DE. Dus dit is D, dit is E, dit is F. En ze willen deze zijde weten. Kijk. Als die 90 is en die 30, dan is deze 60. Dus dit is een 30-60-90 driehoek. Dat is deze. En dit ding is de schuine zijde. Dus de verhoudingen die hierbij horen zijn 2, 1 en wortel 3. Dus als ik van daar naar daar wil, moet ik delen door 2. Dus dan krijg ik 6 wortel 3. Gedeeld door 2 is 3 wortel 3. Zie je dat?
Van daar naar daar is delen door 2. Dit is de schuine zijde en het correspondeert met die schuine zijde. De driehoek is gespiegeld en het ligt een beetje anders. Maar ik hoop dat je ziet dat, ja, omdat dit de hoek van 60 is, dit de hoek van 30, dat dit de 1 is en dit de wortel 3. Want zo zit het daar ook. En als je dan van die naar die wil, dan moet je nog vermenigvuldigen met wortel 3. Dus dan krijg je 3 wortel 3 keer wortel 3. Dus wortel 3 keer wortel 3, dat was 3. Dus dan staat er 3 keer 3. Dat is 9. Dus DE is 9. Oké, en nu komen er iets vervelendere sommen. Deze vond je misschien al vervelend, maar deze wordt iets vervelender, want dan zitten er opeens meerdere driehoeken aan elkaar vast. Dus laten we even kijken of we dat ook kunnen. De situatie is, laat ik de letters er een keer uit mezelf bijzetten. Dus dit is KLM, dit ding is N, dat is een rechte hoek. Deze is 10, deze is 30 graden. Oh, dan is deze dus 60 graden. En deze is 45 graden. Dat betekent dat die andere ook 45 graden is. En dat deze zijdes even lang zijn. Ja? Oké, dus wat wordt er gevraagd? KL. Oh, ja, je moet dus dat hele ding aan de onderkant berekenen. Oké, dat is op zich wel een goede vraag hier. Goed, dit ding is de schuine zijde van die 30-60-90 driehoek. Dus aan deze kant hoort hier een verhouding bij van 2, 1 en wortel 3. Hè? Dus als ik van daar naar daar wil, deel ik door 2. Dus dat betekent dat dit ding is 5. En als ik van daar naar daar wil, ga ik van verhouding 1 naar verhouding wortel 3. Moet ik vermenigvuldigen met wortel 3. Dat is 5 wortel 3. Dus ik weet nu deze driehoek helemaal. 5, 10 en 5 wortel 3. En als je denkt van, ja, maar ik geloof het eigenlijk niet meer. Dan kan je gewoon gaan Pythagorassen en kijken of het werkt. Hè? 5 kwadraat is 25. 5 wortel 3 in het kwadraat, dat is 5 keer 5 keer wortel 3 keer wortel 3. Dus dat is 75. En 25 plus 75, daar de wortel van, is 10. Dus inderdaad, het werkt gewoon nog steeds. Hè? Het is gewoon die Pythagoras die we daar ook hebben gedaan, maar dan met iets andere getallen. Goed, dit ding is ook 5. Want ze zijn gelijk. Dus dat betekent dat KL gelijk is aan 5 wortel 3 plus 5. En deze zijde die hoef je dan niet uit te rekenen, maar dat is gewoon wortel 2 keer die 5. Dus dat is 5 wortel 2. Maar die is hier niet gevraagd, maar je moet wel weten dat het 5 wortel 2 is als je dit ziet. Oké, nou dan hebben we ook nog 59D, zeg maar, het laatste onderdeel. En daar maak ik even ruimte voor. Oké, 59D. Ik heb hier een PQS. En dit is 30 graden. En die hoek is 90 graden, ja, oké. En dan heb je hier, zit nog een driehoekje aan vast of zo, een heel raar driehoekje zo. En dan zijn deze twee zijdetjes, die zijn gelijk. En als je twee gelijke zijden hebt en een rechte hoek, dan heb je dit. He, dan heb je zo'n geodriehoek. En dit punt heet R. En dit stuk is 3. En ze zeggen, bereken PQ. Oké. Nou, deze twee zijden zijn even lang. Deze is ook 3. Ja? En we hadden gezien dat als je in de geodriehoek, in de 1-1 wortel 2 driehoek, of in de 45-45-90 driehoek, van die naar die wil, moet je vermenigvuldigen met wortel 2. Dat betekent dat dit 3 wortel 2 is. En dan zit je dus nu in deze driehoek. De 30-60-90 driehoek. Hè? Deze is 30, dus deze is automatisch 60. Want die was 90. En als je van die naar die wil, dus van de 1, zeg maar, naar de wortel 3. En dit was de 2. Hè? Moet je vermenigvuldigen met wortel 3. Dus dan krijg je 3 wortel 2 keer wortel 3. En in theorie A van deze paragraaf heb je geleerd dat wortel 2 keer wortel 3... dat het wortel 6 is. Dus PQ is 3 wortel 6. Mooi, hè? Oké. Nou, dan nog eventjes één sommetje. Het lijkt me leuk om eventjes te kijken naar 63. En dan laat ik jullie even met rust. 63. Oké.
In SON 63 is gegeven een driehoek ABC met hoogte H, AB 12 en dan allemaal hoeken. Toon aan dat de hoogte iets is. Oh, oké. Okay. Nou, dat ziet er best wel lastig uit. Laten we even nadenken. Dus de situatie is als volgt. Ik heb hier een 45-45-90 driehoek. Deze twee dingen zijn even lang. En dan hebben we hier een rechthoekige driehoek met een hoek van 60 graden. Maar dan heb je dus ook hier een hoek van 30 graden. En dit stukje heet H. En er wordt beweerd dat het hele stuk AB, dat hele stuk, is 12. En dan zeggen ze van ja, bereid toon aan dat H dit is. Oké, nou, hoe zou je dat doen? Nou, je gebruikt die regeltjes die we daar hebben geleerd. Dus je gaat zeggen, oh, als dit H is, dan is dit stukje ook H, want dat was even lang. Allebei verhouding 1. En als we nou gaan kijken in de 30-60-90 driehoek, dit stukje, de kortste, die was 1, de schuine, die was 2 en die andere was wortel 3. Dus als ik van die naar die wil, dan moet ik delen door wortel 3. Dus dan krijg ik hier, voor dit stukje, daar zit er ook een letter bij, ja, D. Dus AD is H, dat is namelijk die bij wortel 3 hoort. Die moet ik delen door wortel 3 en dan kom ik bij 1. Delen wortel 3, dat mocht niet zomaar, dan moest je die wortel 3 wegwerken. Dus dan krijg je H wortel 3 gedeeld door 3. En dat schrijven we liever als 1 derde wortel 3 H. Maar je mag het ook laten staan als H wortel 3 gedeeld door 3. Oké, maar hieruit volgt dus ook dat wat AB is. Hè, want AB is namelijk AD plus BD. En AD hebben we net uitgerekend, die is een derde wortel 3 H. En die BD, dat was deze, dat was gewoon H. En we willen dat het 12 is. Hé, maar dat is een vergelijking. We kunnen de H buiten haakjes halen. Dus dan staat er 1 derde wortel 3 plus 1 keer H. En als je dat raar vindt, dan doe je gewoon die vermenigvuldiging en dan krijg je een derde wortel 3 H en een 1 keer H en dan krijg je precies dit ding weer terug. Is 12 en dan delen we door het getal voor de H en dan staat er het antwoord is 12 gedeeld door 1 derde wortel 3 plus 1. Nou, dat is niet hun antwoord. Hun antwoord is 36 gedeeld door 3 plus wortel 3. Maar je kan laten zien dat het hetzelfde is door boven 0 te vermenigvuldigen met 3. Dan krijg je bovenin 36 en onderin krijg je 3 keer een derde wortel 3. Dat is dus gewoon wortel 3. Plus 3 keer 1 en dat is 3. Dus dat is je H. Dus 63A. 63B zeggen ze, ja, bereken exact de oppervlakte van de driehoek. Nou, dat was een half keer zijde keer hoogte. De zijde weten we, de hoogte weten we. Dus de oppervlakte van driehoek ABC is gelijk aan een half maal de zijde maal de hoogte. En nou, dat kun je dan uitrekenen. Dan zeg je een half keer 12 is 6. En 6 keer 36 is 216. Dus dan is het antwoord 216 gedeeld door wortel 3 plus 3. En die gedeeld door wortel 3 plus 3, dat mochten we laten staan. Dus, een mooie een laatste theorie in de laatste paragraaf. Dit is het eind van het hoofdstuk. Dus afhankelijk van jullie feedback in de les zal ik de uitleg nog eens anders doen of nog wat sommen bespreken. Dus dan gaan we nu maar even afsluiten. Ik heb het idee dat... Ja. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.